Ik heb hier naast me staan uiteraard beide trainers, Erwin Brem van Hierden en Freddy Smit van Hunsveen. En zoals het de gewoonte is met het interview, beginnen we altijd met de trainer van de gasten. Erwin, vanmiddag de wedstrijd Hunsveen-Hierden, de uitslag is natuurlijk bekend. Maar hoe heb jij de eerste helft en hoe keek je tegen Hunsveen dan voor aanvang en hoe heb je de eerste helft ervaren? Nou, eerst zelf dat jullie nu zich gaan benaderen. We hadden op voorhand goed ingeschat dat Hunsveen eigenlijk, als je het een leuke term kan noemen, de bus gaat parkeren. Dat deden ze goed. Echt, via de lengteas konden we heel moeilijk eigenlijk de 10 en de spits bereiken. We hadden ook aangegeven en getraind dat we echt via de zijkant moesten voetballen. Ik vind dat we fantastisch starten, de eerste 8 minuten. Eigenlijk veel druk, veel pressing, veel tweede ballen voor ons. Een stuk fysiek er tegenover. De ruimte lagen aan de zijkant en eigenlijk vanuit het eerste moment dat Hunsveen eigenlijk op de helft bij ons komt, een vrije bal, wordt weggewerkt en vanuit de tweede instantie, vanaf de 16 meter, wordt ingebracht en is gelijk 1-0. Dus dan is het vrekkel lastig, in dit geval voor ons, dat je die spel kan maken. Dat tracht je. De eerste helft hebben we daar eigenlijk nog maar 3-4 mogelijkheden kunnen creëren. Waar met name met Gert Bonen als rechtsback eroverheen. Niet altijd even goed in de eindpaas. De linkerkant Brian een keer dat je eigenlijk moet schieten. Ja, weet je, de eerste helft loop je daar in steeds tegenaan. En eigenlijk hebben we daar omheen, alleen dat we 10 minuten nog een mogelijkheid weggegeven. Die pakt niet goed. We hebben niet veel weggegeven. Alleen, ja, we moeten zelf kansen creëren. En daar hadden we heel veel moeite mee. De eerste helft. Ja, Fred, je hebt het van je collega gehoord. Jij had je ook voorbereid op deze wedstrijd. Hoe keek jij er tegen wat er op het veld neergezet werd? Nou ja, we hadden wel gekozen voor het opvangen en dat ze mochten opbouwen op eigen helft. Bus parkeren, dat ging dan niet verder terug, maar dat deden we echt niet, vond ik. Maar wel opvangen, dat is Erwin wel een punt. Maar dat was ook wel duidelijk. En voor ons mocht Erwin wel langs de zijkant, maar voor ons mocht dat vandaag. Dus dat paste dan mooi. Maar we gaven, vond ik ook, buiten die eerste 10 minuten, want dat deed, die waren echt even voor hun, hadden we het even moeilijk. Ik denk een kom al naar een corner, die, als die goed raakt, nou ja, dan kan hij er ook maar zo in vliegen natuurlijk. Maar daarna maken we de 1-0 en moeten we eigenlijk denk ik ook echt de 2-0 maken. En als die heel goed de man van zich afhield en vervolgens in de keeper aan schiet, nou ja, dat is dan jammer. Maar het is wel een 100% kans. Een paar mogelijkheden voor Hierde, en wat wij wel in de rust besproken hebben, want Hierde had ons iets te veel, naar onze zin te veel, tweede bal op het middenveld. En daar hebben we wel wat aan proberen te doen in de rust. Ja, helaas ook door een noodgedwongen wissel. Maar goed, de tweede helft stond het vrij aardig en dan moet je ook een beetje het geluk hebben in dit geval. Afgedwongen misschien wel, dat we al snel de 2-0 maken. Waardoor je de wedstrijd eigenlijk een beetje dood maakt. En het van ons ook niet per se mee hoeft natuurlijk. Dan moet je het gaan doen. Ja goed, en zo de tweede helft liep goed in ons voordeel. Ja, de tweede helft. Nunsveen had een wissel toegepast, noodgedwongen, zoals je hoort van de Nielsen. Wat voor ons altijd een heel sterk punt is, de rechtsback vanuit die positie ook om naar voren te komen, was vandaag iets minder naar voren. Maar je hebt met een 1-0 achterstand kom je uit de kleedkamer en dan? Goed, je geeft al iets mooi aan dat de rechtsback normaal gesproken heel veel dreiging heeft naar voren toe. Dus dat hadden we goed geneutraliseerd. Ja, de tweede helft willen wij, omdat we gezien de stand, moeten wij nog meer naar voren. En dan ga je analyseren van waar eigenlijk meer de mogelijkheden zijn. Er was daar eigenlijk in onze combinatie 6-8, met de ruimte richting de 8-10 voor ons en richting spitsen meer open moesten zijn. Dat deden we de tweede helft wel. En we hebben een tactische wissel toegepast om Kevin er vanaf te halen. In ieder geval Jansen daar neer te zetten. En die heeft meer die dreiging naar voren. Jan kan makkelijker strakker de spits in spelen. Dus je anticipeert de situatie daar 1-0 achter staat, maar ook om zo meer in de kracht te zetten. Ja, dat valt heel ongelukkig voor ons in de 48 minuten al de 2-0. Waarbij volgens mij het publiek van de tegenpartij nog in lachen dat het eigenlijk geen overtreding was. En misschien dwingen we het af, een schot vanuit de tweede lijn, want de richting verandert, valt erin. Ja, dan is het 2-0 en dan moet je op een gegeven moment nog meer risico gaan nemen. Schakel je over naar plan C, zeg maar. Dat is opportunisme. 1-1 gaan spelen achterin, dan weet je dat eigenlijk elke type bal gevaarlijk kan worden van hun spelen. Maar ja, als je van 2-0 of iets 4-0, dat is voor de statistieken. Doet wel zeer, vooral doet het 3-0. Ja, dan hoop je wat te forceren. Dat is helaas de tweede helft op basis van de tweede helft hebben we weinig niets gecreëerd. En dat is jammer, dat moet je meenemen naar volgende week. Nunsveen die toek al de tweede helft, wat Nunsveen voor mij gevoel, wat meer de bovenliggende partij in ieder geval, bepaalde ze het meeste. In de eerste helft misschien iets minder. Voor mijn gevoel had je ook iets aan de samenstelling van het team veranderd, de posities. Patrick Klein, Manny Stissing. Ja,
Nou ja, Marnix in de spits is natuurlijk niet een gewoon dienst. Maar wij wilden meer in de spits hebben vandaag waar we omheen konden voetballen die wat minder liep. Lars van der Wetering is een jongen die heel hard werkt en heel veel loopt, maar soms iets te veel loopt als spits. En je moet juist ook zorgen dat je centrale verdedigers bindt en dat je juist op de flanken daardoor meer ruimte krijgt. Dat is ook een tactische keuze geweest. En die pakte vandaag heel goed uit en dat werd ook goed ingevuld door de jongens. Kijk, je middenveld is Patrick op 6. Ja, dat is vanaf het begin eigenlijk al een gedachte in mijn hoofd geweest om dat te doen. En door het uitvallen van William konden we dat mooi trainen en daar wordt dat de werkelijkheid laten worden in de oefenwedstrijden. En hij vult dat fantastisch in en hij weet de goede momenten te zoeken, dus op dit moment renderen we daarbij. Dus ja, dat past ons goed. Een heel jong centrum achterop, hè. Twee jongens die net 20 zijn geworden, vorig jaar uit A-junioren, twee lange jongens die voor het eerst samen spelen, die vandaag, die moet echt een groot compliment maken, ik kan niet anders doen. Dat ze dat heel goed aan, want de spits en het team van hier zijn natuurlijk ook geen kleine jongens. En die jongens pakken het wel op. Eigen jongens, eigen jeugd. Nou, die hebben alle ruimte om te groeien. Kunnen we heel veel mee, denk ik. Ja, ik denk dat het helft. Kijk, vaak wordt er gekeken door mensen van hoe je de wedstrijd bepaalt als je de bal hebt. Ik denk dat je een wedstrijd namelijk ook kan bepalen als je de bal niet hebt. En ik denk dat we dat met name ontzettend goed gedaan hebben vandaag. Ik denk dat het echt een groot compliment naar het team. We hebben over gesproken in oefenwedstrijden, op trainingskamp. Hebben we geprobeerd te trainen in de oefenwedstrijden en op de trainingen uiteraard. Dus ik vind dat die jongens dat wat mij betreft een heel groot compliment voor verdienen hoe ze dat ingevuld hebben. Dat we ook zonder bal een wedstrijd kunnen verhalen. Dankjewel. Erwin, volgende week jullie tegen? DTS. Volgerop is noodzakelijk, want wij gaan proberen jullie uiteraard in te halen. We blijven voor jullie, maar nee, ik heb Freddy even heel mooi aan van op een gegeven moment heel dominant zijn, in dit geval in een tactisch plan zonder bal. Dat is iets waar wij eigenlijk vanaf het begin van zo lang mee worstelen. Dat is even, jongens, je hoeft niet altijd zodanig dominant te zijn, je kunt dominant aan de bal. Je hoeft niet dominant te zijn, je kunt dominant zijn zonder de bal. Dat is wat Fred nou heel mooi woord. Dat is wel eens een strijd waar wij voeren met de spelersgroep, want we hadden heel graag voor dat de helft van de tegenstander heel dominant zijn. Goed, je moet kansen creëren en ik denk dat je kader de kracht moet zetten. Nou, dat deed Nunsch vandaag supergoed. En voor ons volgende week, de uitwedstrijd DTS stond er 2-0 vol met rust. Maar heel goed voetbal met ploeg. En goed, een beetje deze week oppakken, training oppakken en kijken waar de mogelijkheden voor ons moeten liggen volgende week. We spelen thuis, dus we gaan gewoon vol bakken. Dank je. Vet, na een moeilijke periode voor jou persoonlijk, is dit natuurlijk een mooie. Bijkomstigheid en hoofdzaak, dat het sportief goed met jou met de huidige wedstrijd afgelopen is. Volgende week. Nou ja, laat ik eerst zeggen inderdaad wat je zegt. Ik hoop op een rustige trainingsweek met een wedstrijd en niet zo wat ik nu afgelopen week heb meegemaakt natuurlijk. We gaan door en voortbeduren op wat we eigenlijk al een week of 3-4 doen. Met de trainingskamp erbij, wat ik al zei, daar zijn we ermee begonnen. Maar ook die jongens onderling die daar tegen elkaar zeggen van hey, dit moet anders. En dat is ook volwassenheid binnen een groep. En dat hebben ze ook, die verantwoordelijkheid hebben ze vandaag genomen. Alleen één zwaarder maakt geen zomer, zoals dat mooi is. We hebben echt nog heel veel punten nodig. En we zullen echt dat volgende week weer in beeld moeten brengen. Ook op trainen direct vanaf dinsdag. En dan hoop ik dat we na zaterdag tegen DZC nog een slagje kunnen slaan. Waardoor je echt bij die middenmoot aansluit. Maar dat zal weer vanuit een organisatie moeten die gedegen staat. Met de kop erbij en geduld hebben. Fred, bedankt. Ik hoop voor beide trainers volgende week heel veel succes. En bedankt voor dit interview.